Goedenavond. Dit is Mister Media en ik ben Luc Sala. Vandaag weer een update over de computerindustrie. Ik heb de laatste tijd wat reacties gehad van mensen die zeiden dat het wel aardig was dat ik geregeld vertelde waar de computerindustrie ongeveer staat. Een soort overzicht. Nu is het zomer en in de zomer gebeurt er niet zoveel in de computerindustrie, dus ik heb niet zo vreselijk veel te vertellen. Maar een van de dingen die de afgelopen weken is opgevallen is dat het bedrijf Eskom in Duitsland failliet is gegaan en in Nederland via een reddingsoperatie nog blijft bestaan. Nou, de meeste computergebruikers zullen Eskom wel kennen. Dat is een keten met 34 winkels. Op heel veel plekken kom je Eskom-zaken tegen. Eskom Office heet dat. En Eskom verkoopt computers aan wat ze dan keurig noemen de kleinzakelijke markt. Maar eigenlijk verkopen ze computers aan de budgetmarkt. Mensen die goedkope computer willen hebben, een heleboel bang voor de buck, een snelle computer, een mooie computer, en er niet zoveel voor willen betalen. En daar is Eskom groot mee geworden. Niet alleen in Nederland, maar in eerste instantie in Duitsland, want het was een Duits bedrijf. Ze hebben in heel Europa hadden ze iets van 450 winkels. Is in een paar jaar tijd uitgegroeid tot een hele grote club. Echt een miljarden omzet in PC's. Daardoor konden ze goedkoop inkopen. En dus ook goedkoop verkopen. Eskom kreeg dus voor hun Nederlandse dochter snel een reputatie van, nou, dat is een aardige leverancier die goedkope spullen levert. Agressieve campagnes in de markt om hun spullen aan te prijzen. Een soort concurrentiestrijd met een andere Duitse bedrijf, dat heet Phobis. En die gingen tegen elkaar op. En die hebben eigenlijk een heel groot stuk van de markt voor die budgetcomputers naar zich toegetrokken. In eerste instantie stapte ook het bedrijfsleven erin. Een heleboel bedrijven dachten, nou, dat is wel erg goedkoop. Maar waar natuurlijk een klein beetje aan schorten bij dat soort bedrijven was de service. Want ja, als je voor heel weinig geld een computer koopt, dan kun je natuurlijk niet verwachten dat de leverancier die bij je komt installeren en dat de helpdesk altijd bemand wordt en dat je allerlei problemen opgelost krijgt. Ja, daarvoor moet je naar een soort, zeg maar, een dealer die een beetje meer gespecialiseerd is in de zakelijke dienstverlening en weet wat het bedrijf nodig heeft. Want dat zat er niet in bij Eskom. Je kon een computer kopen en als hij kapot ging, werd hij wel gemaakt. Maar dingen als inruilcomputers, gewoon waar een bedrijf behoefte aan heeft, dat zat er niet in. Dus die zakelijke gebruikers waren weer een klein beetje weggelopen. Maar erg veel privégebruikers dachten, zo'n Eskom of een Phobos computer, dat is een goede keus, wil ik hebben. Er waren wat klachten in de markt over de service, de helpdesk. Maar dat werd opgelost, er zijn wat televisieuitzendingen over geweest. Eskom had wat dat betreft niet de allerbeste naam, maar goed, allewaar heeft naar zijn geld. De spullen waren best redelijk. En als je nou maar niet gelooft dat de computer nooit kapot gaat, want helaas is dat zo, viel het best mee. Toch zijn ze failliet gegaan. En wel een soort overexpansie. Het probleem was dat ze, omdat ze zo groot waren, ook hele grote aantallen moesten inkopen. Ze bestelden honderdduizenden pc's en honderdduizenden harddisks en honderdduizenden monitoren. En dat was op het moment dat ze net nieuw waren, in de zin, ze werd een nieuw model besteld, kregen ze een hele goede prijs voor en konden dat dus heel agressief in de markt zetten. En dat was een heel aantrekkelijk aanbod. Maar 3, 4, 5 maanden later, als het de voorraad wat minder werd en ze hadden, het model was een beetje verouderd, want het gaat natuurlijk heel snel in de computerindustrie, zaten ze met iets te oude spullen. Het was dus steeds zo dat er een periode was dat ze heel goed qua prijs in de markt zaten, maar na het eind van hun inkoopcycle, hun golven van inkoop, liep het mis. Nou, eind vorig jaar ging het goed mis. Omdat toen heel langzaam duidelijk werd dat de ingekochte computers, ze hadden daar een fout in gemaakt, ze hadden 486's ingekocht terwijl de markt om Pentium machines vroeg. En ze hadden te veel geheugen ingekocht. Dat wil zeggen, geheugen wat in die tijd qua inkoop iets van 70 tot 80, 90 gulden per megabyte kostte, werd zo snel goedkoper dat ze hun warenhuis, wat vol stond met bijna klare computers, met duur ingekocht geheugen, niet meer voor een goede prijs konden verkopen. Dat nekten ze. Ze maakten verder ook wat fouten in Engeland. Het was een heel agressief bedrijf. Ze wilden graag de markt pakken. Ze kochten zich ook in de markt. Dat hebben ze in Nederland gedaan door de keten The Champs. Die was opgezet door Bernard van Tienen. Een paar jaar geleden, 1992, 1993, is dat opgezet. Heeft Eskom overgenomen en in één klap marktaandeel gekocht. Dat was duur, want daar moest geld voor betaald worden voor zo'n ketenwinkel. Nou, in Engeland hebben ze dat ook geprobeerd, maar daar ging het een beetje mis. Daar probeerden ze zich in de markt in te kopen op het moment dat het eigenlijk al een beetje over was.
dat die budgetmarkt een beetje begon in te zakken. Hè. 1995 was natuurlijk een heel goed jaar voor computers vanwege Windows. Mensen hadden meer geheugen nodig, grotere harddisks, snellere computers, vanwege dat Windows 95. Maar tegen het eind van het jaar werd dat wat minder en toen kwamen dus de problemen. En met name de afgelopen 3-4 maanden ging het gewoon heel slecht. Sinds december is het in de computermarkt voor de budgetkopers, voor de gewone klanten, wat minder. Mensen zijn wat teleurgesteld in Windows, want zoveel beter is het allemaal niet dat Windows 95. Ze hebben veel geld uitgegeven, maar wat kan je met al dat moois? Het internet, wat natuurlijk een soort trekker was, blijkt niet zo snel te groeien als men denkt. De idee dat providers, die mikt op 100.000 abonnees of zo, nou dat is in Nederland nog niet gekomen. Je hebt clubs als World Access die iets van 30.000 heeft en misschien CompuServe ook in dezelfde buurt. Een bedrijf als World Online claimt 20.000, 15.000 voor Access for All. Maar al in totaal kom je nog niet boven de 200.000 abonnees. En dus die markt is een klein beetje tegengevallen. En daarmee bleven ze met computers zitten. Dat heeft ertoe geleid dat Eskom verliezen ging maken, honderden miljoenen. En dat een paar weken geleden in Duitsland Eskom failliet ging. Nu dan in Nederland. In Nederland stonden die 34 winkels, er waren voorraden. En ze hadden net een prachtige fabriek gebouwd in Nieuw-Vennep. Daar zouden ze voor heel Europa computers gaan maken. In een assemblagelijn die, zoals dat dan heet, een beetje meer custom was. Made to order. Want dat is waar het naartoe gaat in de computerindustrie. Je bestelt niet meer zomaar een computertje. Of je koopt zomaar een computertje. Mensen willen gewoon hun computertje hebben. Ze willen die CD-ROM drive, die software al erop gezet, die monitor erbij, zoveel geheugen. Dat we allemaal verschillende dingen bestellen. Het ene bedrijf zegt, nou we houden het bij 8 MB. Het andere bedrijf wil 16 MB. Dus het werd nodig om custom te gaan leveren. Dat wil zeggen, de order wordt in de winkel geplaatst en 2 dagen later is die machine klaar, of een dag later. Daar heb je een speciale assemblagelijn voor nodig. Phobos had die in Duitsland. En Eskom was dat aan het opzetten hier in Nederland. Daar speelde die Bernard van Tien een belangrijke rol in, want dat was natuurlijk een man die hiervoor bij Commodore had gewerkt, daarvoor bij Olivetti en nog een vrij jonge ondernemer eigenlijk, die toch wel heel agressief en deskundig en met veel flair in die markt bezig is geweest. Hij was lid van de raad van bestuur van Eskom in Duitsland. En Bernard van Tienen heeft zijn stempel gedrukt op de computermarkt in Nederland en Europa. Dat is geen twijfel aan. Maar hij heeft dus nu geprobeerd om de Nederlandse tak van Eskom te redden. En dat is gelukt. Een paar investeringsmaatschappijen hebben de restjes gekocht. Het ging om een bedrag van 10 miljoen. En als je nou weet dat het om 34 winkels plus nog wat filialen plus die fabriek ging, is dat eigenlijk een koopje. Er is 10 miljoen nieuw kapitaal gevonden van een paar investeringsbedrijven, waaronder Alpinvest en Halder Investments. Twee bedrijven die dat soort dingen doen om daar snel geld aan te verdienen. Een beetje, ja, als je dat heel naar wil zien, zijn dat soort lijkenpikbedrijven die gewoon failliete boedels opkopen en daar snel rijk aan willen worden. Van Tien heeft er zelf ook wat geld in gestoken. Maar als je nog kijkt, 10 miljoen gulden voor 34 winkels is 3 ton... per winkel, nou, er zit altijd voorraad, er zit winkelinrichting in. Dat is gewoon voor niks. Daar kun je niet zo'n bedrijf voor kopen, normaal gesproken. En dat is nou het probleem. Want er is nu een nieuwe Eskom, met dezelfde naam, in de markt. Die een marktaandeel heeft, een mindshare noemen we dat dan. Dus niet, het gaat niet om eigenlijk om de cijfers, maar het gaat het idee dat de mensen denken, ik ga een computer kopen. Nou, Eskom komt, staat op het lijstje, is om de hoek, ze kennen die zaken. We praten toch over een mindshare in die markt van 30% of meer. Maar er is nu een club die met zo'n groot potentieel marktaandeel in 1 keer al zijn schulden kwijt is, schuldenvrij kan opereren en de voorraden heeft gekocht vanuit Nederland en mogelijk vanuit Duitsland, misschien wel 100.000 machines of onderdelen voor 100.000 machines, en daarmee enorm kan gaan dumpen. Nou was het wel zo dat Eskom de verkeerde machines gekocht had, bijvoorbeeld 486 machines, wel snelle 100 megahertz machines en... Maar ja, als je die gaat verkopen voor 1500 of 1600 gulden, dan zijn het toch klanten die dat wel willen hebben. In wezen ga je praten over dumpen. Nou, dat is nou het probleem in de markt op het moment. Wat gaat er gebeuren met Eskom? Men praat over een reddingsoperatie. En heel mooi is de curator en de rechtercommissaris die dat soort dingen dan regelen. Hè? Want dat wordt dus in het geval van een faillissement, daar praten we over, een technisch faillissement heet dat, is er een curator. Dat is een advocaat die de zaak regelt. En die wordt dan weer gecontroleerd door een rechtercommissaris.
Maar die mensen zijn tot zaken gekomen. En als ik de persberichten mag geloven en de verhalen, dan is dat allemaal in het belang van het personeel en de werkgelegenheid en zo. Maar wat ze in wezen gedaan hebben, is voor een schijntje de boedel verkocht. En de nieuwe eigenaren, dat is onder andere van Tine en die investeringsmaatschappij, hebben dus voor een schijntje schuldenvrij een fantastisch leuk bedrijfje. Want misschien is de naam Eskom nu een beetje beschadigd, maar ze hebben een heleboel spullen. Ze kunnen gaan dumpen in de markt. En als ze dat gaan doen, dan komt bijvoorbeeld hun concurrent Phobis, die het wel goed gespeeld heeft, niet failliet is gegaan, geen schulden heeft gemaakt, keurig heeft gespeeld, maar ook een heleboel winkels heeft, komt dus in een moeilijke concurrentiepositie. Nou, want dat is iets wat al de laatste jaren een aantal keren is voorgekomen, dat bij faillissementen dit soort schoonmaakoperaties, schoonwassen, of je het nou technisch faillissement noemt of wat dan ook, het is onder andere gebeurd bij Manudax, daar zijn een soort schandalen over. Eigenlijk is het niet netjes. Eigenlijk is die rechtercommissaris, en dat mag ik misschien helemaal niet zeggen op de televisie, maar die mannen die hebben misschien wel het belang van de schuldeisers en misschien van het personeel in het oog gehouden, maar ze verpesten de markt. Eigenlijk zou een concurrent is zo'n curator voor de rechter moeten dagen en zeggen dat dat een onrechtmatige daad is. Want die curators weten niet zoveel van de business. Die bellen wat rond, proberen de zaak te redden en voorlopig eerst maar hun eigen salaris ook te regelen. Want een curator is gewoon een advocaat die zijn geld moet verdienen. En dat zijn erg vette kluiven voor een advocatenkantoor. Ik hou dus niet van die aanpak, want de afgelopen jaren zijn, en dat begon al met het faillissement van, wat hadden we toen in Leiden, Infotheek, met veilingen en zo. En uiteindelijk bleek dat toch allemaal niet op te brengen wat het opbracht en heeft wel enorm de markt verpest. Dus in het belang zogenaamd van de schuldeisers en de banken is er erg veel kapot gegaan. Ik geloof ook dat de banken dat weten en dat in dit geval de banken ook eigenlijk niet mee wilden werken aan deze reddingspoging. Omdat ze zagen dat ze aan de ene kant dan wel een nieuwe klant zouden hebben, het nieuwe Eskom. Maar aan de andere kant hun bestaande klanten, Phobis, allerlei computerzaken, in het gedrang zouden komen. Dus er is een beetje het gevoel dat de banken hier niet helemaal goed tegen stonden. Maar goed, de deal is doorgedrukt en er is dus nu het nieuwe in Eskom. En ik verwacht voor de rest van het jaar een waanzinnige concurrentiestrijd. Daar gaan heel goedkoop. Dat is leuk voor de klanten. En Eskom is heel verstandig geweest, want die hebben dus de oude klanten van het oude Eskom ook beloofd dat ze garantie zouden blijven leveren op de computers. Dus ze houden hun naam een beetje in ere. Maar die nieuwe klanten, die krijgen dus goedkoop computers. Misschien komt daardoor Phobis in de problemen, want het is niet zo'n goede handel in die computers. De omzetten lopen wat terug. De prijzen van onderdelen zijn enorm in beweging geweest. Dat maakt het niet makkelijk. Ik voorzie een beetje een ramp. Daar gaat wat eigenlijk in april, mei, juni gebeurd is. En ik heb dat voorspeld dat daar echte problemen zouden komen. Niet alleen bij Eskom, maar ook bij Digital, bij Apple. Er zijn echt serieuze problemen in de markt geweest. Maar ik zie dat in de rest van het jaar door gaat komen door dit soort maatregelen. Denk eens aan een bedrijf als Tulip. Tulip gaat ook een nieuwe fabriek, of heeft een nieuwe fabriek. Maakt op zich Nederlandse goede computers. Maar op een schaal die past bij Nederland. Ze zouden wel wat meer willen exporteren, maar echt groot is natuurlijk Tulip niet. Die kunnen op Nederlandse schaal produceren, dus met een Nederlandse kostprijs. Maar die moeten nu plotseling gaan concurreren met een clubje wat in Nieuw-Vennep op Europese schaal, dat wil zeggen 3-4 keer zo groot, computers kan maken. En via, dat heet OEM deals, Original Equipment Manufacturing. Dat wil zeggen dat als ik een computer zou willen hebben en ik bel Eskom op en ik zeg, maak voor mij 5000 computers waar de naam Sala op staat, of RAM, dat is een van de merken die ze gebruiken, of Macro computers of wat dan ook, dan kan ik die dus krijgen. Dat heet OEM. Dat is als een fabriek produceert voor anderen met het eigen labeltje erop. Die computers gaan de markt overspoelen en daar moet een bedrijf als Tulip dus tegenop boksen. Dat is heel moeilijk en er is zeker sprake van een slechte concurrentiepositie voor de eigenlijk eerlijke bedrijven die het wel goed gedaan hebben. Nou, is dit nou een geïsoleerd geval? Nee, dit is al eerder voorgekomen. Dit is een beetje wat er gebeurt in de computerindustrie de laatste jaren. Een tijd geleden ging Commodore failliet. Wat overbleef is opgekocht, is goedkoop de markt ingezet. Het is een enorm marktverpestende werking. Het klopt allemaal niet zo goed. En het nare is dat op den duur daardoor zeg maar die branche te lijden heeft. En dat als gevolg daarvan de mensen die dus toch gewoon een goede service verwachten en een goede computer willen kopen, het moeilijk krijgen. Want de goede bedrijven, de eerlijke bedrijven, gaan over de kop. En dit soort bedrijven, wat steeds aan de gang gehouden wordt via toch een beetje schimmige financiering, met de hulp van, naar mijn gevoel,
een juridisch apparaat wat zo'n faillissement matig, vaag regelt. Ik kan daar niet te hard in zijn, want anders dan sta ik voor de rechter. Maar ik vind dat allemaal niet erg prima. Ik vind het jammer. Want, dan komen we op twee onderdelen. Wat gaat dat betekenen voor de computerdealer op de hoek? En daarvoor praten we met iemand van de BCE die zijn mening geeft over deze zaak. Met Marcel van der Tuin, directeur van de Benelux Computer Exchange. Wat vindt u van deze ontwikkeling? Jammer, uiteraard. Het is een groot concurrent voor ons geweest. Groot marktaandeel, met name in het particuliere segment. Door scherpe prijzen, grote voorraden, hebben ze altijd de markt van ons een groot aandeel in kunnen pikken. Door het faillissement van Eskom, Duitsland en Nederland natuurlijk ook, waarbij dus een groot gedeelte van de voorraden vrijkomt, vrezen wij toch een enorme prijzenslag. De verwachting is toch dat honderdduizenden aantallen computers, onderdelen, spare parts op de markt zullen komen tegen prijzen waar wij als normale dealer enorme problemen zullen krijgen. Maar dat is toch juist goed voor de gebruiker, want die krijgt heel goedkope computers. Voor de gebruiker uiteraard, alleen de concurrentiepositie is natuurlijk in dit geval in geding. Omdat wij dan niet met normale prijzen kunnen concurreren met producten die op deze manier op de markt komen. Maar dat faillissement is dus geregeld door een rechtercommissaris. Daar staat dus justitie op een of andere manier achter. Dan zal het toch wel goed zijn. Justitie staat achter zoveel dingen waar... laat ik me daar niet over uiten, maar... Het is natuurlijk zo dat voorraden die op een gegeven moment uit het faillissement komen, de markt op moeten, die blijven niet in een magazijn liggen, die worden op de markt verkocht. Dus de oorzaak van de problemen bij Eskom, dat waren die voorraden, verkeerde computers, worden nu tegen dumprijs op de markt gegooid? Die verwachting is er natuurlijk. Het moet nog gebeuren, maar uiteraard ligt het in de lijn van de verwachting dat dat vrijkomt, uiteraard. En dan tegen prijzen waar wij als reguliere dealer niet tegenop kunnen. Het is geloof ik een trend de laatste tijd. Ook Apple en Compaq hebben aardige voorraden weggezet. Is er weer een nieuwe prijzenslag op komst? Nou, de prijzenslag is eigenlijk doorgaand. Het hele jaar zien we elke keer weer prijzen die naar beneden gaan. We halen elkaar wat dat betreft allemaal in. En dient ten gevolge zijn er bedrijven die met name met grote voorraden een enorme afwaardering moeten zien te regelen. En dat kan een faillissement als gevolg hebben. Maar aan de andere kant ook een enorme prijsverslag. Ja, dus een ramp voor de branche, maar misschien toch wel aardig voor de computerkopers die de komende maanden goedkopere computers kunnen verwachten.